De achtste vraag, die ging over wie er het minst geneigd was om vreemd te gaan. Antwoord B is correct. Een man van 1,60 meter. Nou, dan zit ik in ieder geval goed. Ja. Goedele. Ja, jullie hebben in Nederland wel een probleem met al die grote mannen natuurlijk. Kijk, als je aan mannen vraagt waarom ging je vreemd, dan is eigenlijk hun hoofdreden die ze geven, weet je wat dat is? Omdat het kon. Omdat ze de kans hadden. En die kans wordt dus geboren door vrouwen, door meisjes die op hen zitten te azen. En het is nu eenmaal zo dat vrouwen, als ze zo, zeker als ze een one-night stand willen, dat ze naar grote mannen op zoek gaan. Dus die bewijzen zijn in verschillende testen geleverd dat mannen die kleiner zijn, die zijn minder geneigd om vreemd te gaan, omdat ze minder die kans krijgen. En dus gaan die gewoon minder vreemd. Kleine mannen zijn trouwens doen meer in het huishouden. Ja, precies. Die, zijn... Snap je? Wow. Ik heb Snap het al. Ja. Ik ga jou steeds beter begrijpen. Ja, die gaan minder vaak scheiden en die zijn dus ook trouwer. Dus je vraagt je af, wat zoeken we in godsnaam altijd in die grote mannen?